Er wordt binnenkort een aanvang gemaakt met de uitvoering van het baggerproject van de Suriname Rivier. Het ministerie van Openbare Werken heeft groen licht gekregen om met het project te beginnen. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. We hebben net goedgekeurd. Het ministerie van Openbare Werken heeft net groen licht gehad om het baggerproject, laat het gewoon zo zeggen, op te starten. Dus we gaan nu de zaken wettelijk voorbereiden, de overeenkomsten, overleggunning, gaan we zo meteen uitbrengen. En in overleg treden met de baggeraar aan wie we het werk zullen gunnen. En als hij ook van hem kan, van zijn kant, groen licht geeft, dan zullen de werkzaamheden binnenkort van start gaan. Nou, kijk, in feite, de formaliteiten duren altijd een beetje lang bij de overheid, maar we gaan alle moeite doen dat binnen 1 of 2, 3 dagen. De formaliteiten, je weet, er moeten overeenkomsten worden gesloten. Het ministerie van Financiën moet wat garanties ook stellen bij dit soort grootschalige projecten, overleg moet komen. Maar we gaan kijken hoe we het versneld kunnen doen. Noor Mohammed zegt dat de uitvoerder van de werkzaamheden ook groen licht moet geven aan het ministerie. Als dit gebeurt, kan het werk beginnen. Het ligt in de bedoeling om deze week nog van start te gaan. Het gunningsadvies zal gaan naar het bedrijf. Laat me even wat zeggen. Er hadden 3 bedrijven finaal deelgenomen, ingeschreven. Er was ook een 4e bedrijf die ook een aanbieding heeft gedaan. Maar we hebben gekeken naar de openbare inschrijving. Alle 3 voldeden aan de technische eisen die wij hadden gevraagd in het bestek. En qua financiële aanbieding waren er ook 3 verschillende vormen. En we hebben gekozen naar verschillende evaluaties, intern, extern, voor het bedrijf dat de beste aanbieding heeft. Dus dat is, ik moet voorzichtig zijn met name hoor, het bedrijf Boscalis, et cetera. Mohammed stelt dat met het uitdiepen van de rivier meer inkomsten gegenereerd zullen worden, omdat meer boten de haven kunnen aandoen. Deze boten zullen dan een vergoeding moeten betalen, waarmee de schulden zullen worden afgelost.